Ik ken hem natuurlijk als buurman, maar toen was ik heel jong. Mijn eerste herinnering is toch wel zo'n kinderherinnering. Dat ik weet dat er een man was met veel woest grijs haar. En ik herinner me vooral zijn wenkbrauwen. Van die prachtige, lange wenkbrauwen die een eigen leven leiden. En iemand die altijd met kleine zwarte kastjes in de weer was. Dat is mijn eerste herinnering aan hem. En wat waren die zwarte kastjes? Nou ja, dat wist ik toen, als driejarige wist ik dat niet precies. Maar hij deed iets met die zwarte kastjes en daarna kwam er een foto van. Dat was later, weet je dan ook. Dat is dus een camera geweest. Hij wilde het liefst er van alles bij. Dingen erbij. Dus de kat moest er altijd bij. Ik had vroeger een stokpaardje. Ik was gek op echt zo'n paardenmeisje. Dus ik was gek op paarden. En ik had zo'n stokpaardje uit Schotland van Schots geruit. En hij zei van neem dat stokpaard ook mee. Dat moet ook op de foto. Dus het was niet zo'n soort van... Het waren niet van die... Kijk, gezinsfoto's zijn vaak heel tuttig. En als iemand aan mij vraagt of ik een foto wil maken van het gezin... dan doe ik dat eigenlijk ook niet. Want ik kan het niet. Het is niet... Het komt nooit voorbij dat tuttige. Maar hij wist er altijd wel net voorbij te komen. Er zat altijd wel een speels element in. Ja. Of dat net... Ik geloof dat er nog zo'n foto is... Dat zal dan in Noord-Beemster zijn geweest, op dat land. Dat het haar van mijn moeder een beetje zo in haar gezicht waait... en dat hij op dat moment dan een foto maakt. Weet je, net iets anders dan anders. Niet het hele tuttige. Dat vond ik altijd wel erg leuk. Oké. Okay. Wanneer ben jij zelf in de fotografie geïnteresseerd geraakt? Ik denk dat ik een jaar of 7 was. En toen kreeg ik een 8-vak-lak. En... Ik wilde op een gegeven moment, toen ik wat ouder was, wilde ik ook iets meer leren erover. Terwijl er waren toen nog helemaal niet echt dat je overal cursussen kon volgen. En zoals nu kan je overal terecht voor een fotocursus. Maar dat was toen nog niet. En ik denk dat mijn moeder toen een keer heeft gezegd van waarom bel je Eddie niet eens op? Vraag of hij wat kan vertellen erover, van wat je wil weten. Ik had inmiddels een spiegelreflexcamera. En ik maakte een beetje van die, hier in Amsterdam, van die arty-farty foto's. Maar ik vond toch dat het niet helemaal was. Maar ik wist niet precies wat nou wel en welke kant op. En ik maakte ook van die sociale fotografie-reportages, van dingen die op straat gebeurden en zo. En het liefst mensen onbespied fotograferen. En toen ben ik met die foto's naar Eddie gegaan, want die vond het hartstikke leuk. Die zei van, nou kom eens een keertje langs en dan laat eens wat van je werk zien. En die keek ernaar en die was onverbiddelijk. Dus echt die foto's, die arty-farty, vergezocht met creatief belichting en dat soort dingen. Zo zei hij dat? Weg ermee. Ik weet niet precies of hij het echt zo hard zei, maar hij keek ernaar en hij legde ze meteen weg. En tot die foto's zag, dus zeg maar de sociale foto's die ik had gemaakt, van een beetje onbespiede straatbeelden, waar iets in gebeurde, waar er lijnen in zaten of diagonalen of blikvelden naar ergens naartoe, zodat je als kijker van die foto ook naar dat gedeelte van die foto werd getrokken en dat daar weer iets gebeurde. En dat waren de foto's die ik eigenlijk onbewust had gemaakt, heel intuïtief. Dat ik niet wist waarom ik dan op zo'n moment moest afdrukken. Maar dacht van, nou ja, er gaat een rood lampje in mijn hoofd branden. Laat ik nu maar afdrukken. En pas later, als je die foto hebt afgedrukt... Dan pas zie je waarom dat dan was. Dat er inderdaad dingen in gebeurden. En die vond hij geweldig. En op die manier heeft hij mij leren kijken, leren zien. En heeft dus ook gezorgd, gestimuleerd... Dat ik juist op intuïtie afging... Het grappige is dat je intuïtie heeft gelijk en pas later, als je die foto hebt ontwikkeld en afgedrukt, dan pas zie je waarom dat rode lampje ging branden. Ja. Dat er inderdaad lijnen in zaten die je blikveld verlegden naar iets anders. Maar hij vond dat, en als ik later dan af en toe wel zijn foto's zag, dacht ik van, dit is, ik herken het wel. Er zit iets in, er gebeurt altijd iets anders in zijn foto's. Weet je, er zit altijd, als hij een portret maakt, niet echt een recht toe recht aan portretten, maar... Als hij zoals heeft een portret gemaakt van Gerard Reven... die dan net met zijn kat aan het aaien is. En daar zit dan ook weer bepaalde lijnen in. En dacht van, nou ja, dus ik haal het natuurlijk absoluut niet bij Eddie. Maar ik vond het wel heel leuk om te zien dat hij die foto juist zo mooi vond.
waarvan ik nog dacht van, wat is daar nou aan? Ik herinner me vooral dat we inderdaad altijd op de foto moesten. En dat ik dat op de foto gaan zelf niet zo heel leuk vond, maar wel gefascineerd was door die man met die kastjes. Volgens mij was dat omdat Eddie dat leuk vond. Want het was, wij gingen gewoon op bezoek. En dat Eddie dan altijd zei van, nou laat ik even een foto maken. En dat was ook omdat hij dat altijd heeft gedaan. Weet je, ook vanaf, ik heb ook van die babyfoto's. Dat jij een heel klein babytje bent en dat ik naast jou sta met een rammelaar. En ik geloof dat wij een jaar schelen. En toen maakte Eddie dus ook foto's van ons, van de kinderen. En later, dat is altijd zo gebleven. Dus als wij met elkaar bij Eddie waren of Eddie kwam bij ons langs, bij mijn ouders langs. Dan moesten we ook, mijn broer en ik en mijn ouders moesten op de foto. En de huisdieren moesten er ook bij en... Dat is typisch Eddie, weet je. Hij had altijd een camera bij zich en nou, moest dan ook altijd een foto gemaakt worden. En zo hebben we inderdaad eigenlijk de enige foto's die we ooit hebben gemaakt in de loop der jaren. Van dat we, echt zo'n, nou ja, statieportret was het natuurlijk niet, want het was gewoon veel leuker dan dat. Maar dat de foto's die dan naar de opa's en oma's gingen, dat waren de foto's die Eddie had gemaakt. Okay. Ik vond het wel een fascinerende man. En al was het alleen maar ook door die prachtige donkerbruine stem. En later, toen ik een jaar of denk 18, 19 was en naar hem toe ging om te leren kijken. Toen herinner ik me dat, toen was het eigenlijk anders. Toen had hij volgens mij weer een andere vrouw. En toen wilde hij nooit dat ik nam ook wel eens iemand mee die ook fotograaf was of wilde worden. Maar we mochten eigenlijk nooit bij hem thuis. Tenminste, we mochten wel heel even naar binnen, maar daarna was het, kom, we gaan even ergens anders heen. En dat vond ik altijd een beetje mysterieus. Van, nou, hoezo mochten we dan niet bij hem thuis te lang blijven? Maar later vertelde hij dan, zaten we in zijn bootje, dat lag aan de andere kant van de dijk in Schardam. En dan zaten we in dat bootje, zaten we naar al die foto's te kijken. En daar vertelde hij altijd wat hij mooie foto's vond. En wat hij vond dat ik moest doen en met wat voor foto's ik volgende keer terug moest komen. En dat gebeurde dus allemaal in het bootje. Of nou winter was of zomer, dat maakt niet uit. We zaten in dat hele kleine polyester bootje in de kajuit, zaten we naar die foto's te kijken. Ja, er was iets later begreep ik dat het met zijn toenmalige vrouw te maken had. Dat hij dat gewoon niet zo leuk vond of zo. Huwelijk nummer 5. Hoeveel huwelijken zijn er daarna aangekomen? Nee, dat was het laatste. Dat was het laatste. Maar hij heeft ook wel tegelijkertijd, want ik wilde vroeger eigenlijk wel altijd fotograaf worden. En hij heeft wel dingen gezegd van, nou, zo leuk is het ook helemaal niet. Want je moet ook heel vaak, en je verdient eigenlijk helemaal niks. En om een boterham op de plank te krijgen, moet je ook wel eens foto's maken die heel saai zijn. Zoals bijvoorbeeld voor een jaarverslag van een bank of een bedrijf. En dan moet je de gevel van zo'n bedrijf fotograferen. Daar vond hij helemaal niks aan. Maar zei, ja, het verdient wel. En dan moest hij erbij doen. Dus dat was voor mij wel een soort nachtmerrie om foto's te moeten maken voor een jaarverslag. Dus hij leerde je wel... Ja, hij leerde me echt zien. Ja. Ja, dat heb ik echt wel. En zien en accepteren dat je intuïtie gelijk heeft. En dat je naar je intuïtie moet luisteren. Ik kreeg wel de indruk dat hij bang voor haar was. Of voor haar buien. Maar wat heeft hij in de oorlog dan meegemaakt? En hoe oud was hij toen ongeveer? Weldadige jeugd, van die hele brave types. Nou ja, als hij met dit soort dingen verder was gegaan, waarom zou hij niet een Ed van der Elske kunnen zijn geweest? Dit soort foto's. Judo-foto. Geweldig. Snap je niet hoe dat in elkaar zit. Ja, ik had het idee dat hij wel ook van humor hield in foto's. Zeker. En dat hij dat ook, daarom die foto over die paraplu's, daar moest hij van mij, die foto, moest hij ook gewoon om lachen. Het grappige is, het is net, je krijgt de indruk dat hij wel, als je het zo ziet, dat hij wel contact maakte met mensen, maar toch weer zo ervoor zorgde dat hij onzichtbaar was op het moment. Weet je, dat hij een soort fly on the wall foto's kon maken, zoals deze met die Russische voetballers. Ja, die zitten, denk ik, naar tv te kijken. Aan het schijnsel te zien. Maar die zijn zich totaal niet bewust van de fotograaf. Toch eeuwig zonde dat hij niet dan hiermee door is gegaan.
Die jaren 50 dingen, ja, ik vind het, dit soort dingen, ik vind het prachtig. Daar had hij gewoon mee verder moeten gaan op die. Maar misschien had hij ook iemand moeten hebben die dat tegen hem zou zeggen. Ik weet niet of hij dat gehad heeft, dat er iemand tegen hem zei van... ga in die richting verder, zoek het op die kant. Dat hij ook een, nou ja, zoals ik dan een Eddie de Jong heb gehad... maar dat hij ook zo iemand had gehad die dat had gezegd. Ja. Dan was hij misschien wel gewoon een hele bekende fotograaf geworden. En niet al die pasfoto-foto's hoeven maken. Dat is ja, gewoon een kop recht toe, recht aan. Dit soort koppen zijn natuurlijk heel mooi. Niet scherp, Eddie. Ja, dit vind ik dan weer flauwigheid. Dit gaat echt naar de pasfoto's toe. Nee, dit zijn gewoon hele ongeïnspireerde foto's. Dit is bijna inderdaad van wat ik vertelde over die gebouwen voor jaarverslagen. Je neemt een gebouw en je zorgt dat het erop komt. Dat is wat hij letterlijk had gezegd en dat is bij dit ook gebeurd. Maar hier doe ik je haar goed. Het scheelt wel een stuk, het zit een stuk beter. Oh, dat zijn we lief, hè? Mm-hmm. Ja, deze met de kat in het stokpaardje.